Dorothee Jansen is druk met het beschilderen van zwerfkeitjes. De kleurrijke stenen worden op openbare plekken verstopt, om een glimlach op het gezicht van de vinder te toveren. Het is eigenlijk een initiatief vanuit Keitof, dat is een Facebookpagina. En mensen beschilderen stenen om ze weer ergens te verstoppen, om zo andere mensen een beetje een glimlach te bezorgen. Een beetje een blij gevoel in deze tijd van corona, zeg maar. Je wordt daar een beetje somber van. En als je dan ergens loopt en je vindt een kei, is toch kei leuk? Ja, kei leuk. Ja, want dit is niet de eerste steen die u verstopt, hè? Want u hebt al meer stenen verstopt, begreep ik. Ik heb al meer stenen verstopt. Ik ben een paar keer op de Boshuizerbergen geweest. Heb daar in de bossen wat stenen verstopt. Ik heb ook hier in het centrum, daar staan een paar standbeelden van die bronzen beelden. Daar heb ik een heel klein keitje bij een beeld weggelegd. En natuurlijk even de volgende dag gaan kijken, is die weg? En hij was inderdaad weg. Maar ik krijg nog geen reacties en dat zou heel erg leuk zijn, omdat het initiatief komt vanuit Keitof. En als mensen een steen vinden, dan er staat achterop de link naar de Facebookpagina. En als ze daar dan even een reactie op zetten, van goh, ik heb een steentje gevonden. En daar staat op Do J of er staat op RM. Dan weet de maker al genoeg van hé, dat was mijn steentje en dat is toch hartstikke leuk. Dus je weet dat mensen er blij van worden. Ja, en hoe bent u op het idee gekomen om zelf te gaan schilderen? Ik ben altijd bezig met zoeken naar een hobby. Ik ben vrij onrustig en ik wil altijd wat te doen hebben. En van het een komt het ander. En via Facebook kwam ik op deze pagina terecht. En toen dacht ik, ik ga eens wat stenen zoeken. Maar stenen vinden is een beetje moeilijk. Dus ik heb stenen gekocht. Ik kan moeilijk hier bij de mensen een steen uit de tuin meenemen. Want als diefstal kun je natuurlijk niet maken. En misschien dat er mensen stenen hebben voor mij. Dat vind ik, zou ik hartstikke leuk vinden. Maar ik heb er dus gekocht. En op dit moment giet ik zelf stenen. Maar dan zijn ze van gips en dan zijn ze wat licht. Een echte, solide steen is toch eigenlijk wel fijner. Ja, en deze is met Maria en kindje Jezus. Maar u heeft veel verschillende soorten stenen, hè? Heeft u een favoriet of vindt u alles mooi? Alles is mijn favoriet eigenlijk. Ja, ik vind felle kleuren mooi. Dus wat ik leuk vind is een soort stadsgezichten, maar dan surrealistisch, zeg maar. Stadsgezichten of gewoon een steen in vlakken verdelen en verschillende kleuren verven. Op dit moment maak ik de gnoom. Waarom ik dat doe, weet ik niet. Tegengekomen. Oh, leuk, een gnoom. En die zet je dan in het bos bij een paddenstoel neer. En katjes en hondjes. En er wordt al hier en daar gevraagd, kun je van mij een steen maken? Maar zo goed ben ik niet. Ga ik niet doen, denk ik. Ha ha ha.